Vaarwel. Oei. Hallo allemaal, het is eindelijk tijd. Het gaat gebeuren. De video staat eindelijk online. Ah! Dit wordt denk ik mijn meest interessante haarstijl die ik ooit heb gehad. En ik ga het door een kapper laten doen. Even vanaf het begin, want ik zeg al veel langer dat ik deze haarstijl wil. Toetje. Nee. En dat ik er ook nog wat haar voor moest gaan sparen, omdat het eigenlijk een half lange haarstijl is. Ik roep dit al een half jaar lang of zo. Ik wil een jellyfish haircut. En mijn oorbellen uit de vorige video waren ook een hele grote hint. Slash, gewoon inspiratie. Ik had gezegd dat ze goed bij mijn haar zouden passen. Maar wat is nou precies een jellyfish haircut? Nou, een jellyfish is dus een kwal. En een kwal heeft een blob. En daaronder zijn tentakeltjes. Een jellyfish haircut wordt dus half een bob. En voor de rest lang haar. Het is net wat anders dan een wolfcut. Dat gaat in laagjes naar beneden. Dit is echt gewoon tjak, tjak. Ja, het is echt een beetje een anime haarstijl. En dan wordt het natuurlijk ook nog geverfd. We gaan voor paars en blauw. Dus niet heel erg ver van mijn normale kleurenpalet. Ik heb een foto van een jellyfish haircut gefotoshopt. Zo gaan de kleuren ongeveer liggen. Dit wordt hem een beetje. Ik ga alleen de pony anders doen. Ik denk dat curtain bangs veel beter bij mijn gezicht passen. Maar waarom nu? Waarom deze timing? Dat zal ik even uitleggen. Normaal gebruik ik dus de Dye with Attitude haarverf van Attitude Holland. Die ik gratis krijg opgestuurd. Wat super nice is, want ik heb lekker veel haarverfvideo's kunnen maken met gratis haarverf. Maar dit keer heeft Attitude Holland mij dus benaderd en mij gevraagd om een fotoshoot te doen. Ook met andere modellen natuurlijk. En dan voor promotie voor hun haarverf. En hiervoor zorgen ze dus ook dat je haar professioneel wordt gedaan. En dit zag ik dus als de perfecte kans om eindelijk voor die jellyfish haircut te gaan. Hier zijn een paar foto's van vorige shoots die ze hebben gedaan voor hun haarverf. Dan hebben jullie een beetje een idee voor wat voor foto's dit gaan worden. Dus deze video wordt niet alleen een nieuw kapsel, maar ook nog eens een shoot. Ik wil wel eventjes duidelijk maken, dit is geen betaalde samenwerking. Ik ben één van de modellen. Verder word ik niet betaald. Behalve in gratis schoenen, win. Coole foto's die ik kan gebruiken. En een cool nieuw kapsel. Kijk even de schoenen die ik hiervoor heb uitgekozen. Zijn ze niet gaaf? I love it. Dus, morgenochtend is mijn kappersafspraak. Ik heb van tevoren gezegd dat ik bereid ben wat verder te gaan reizen voor een kapper. Als het maar een kapper is die, you know, de haarstijl aan kan. Dus morgen moet ik echt vroeg opstaan om te vertrekken naar Be Spectacular in Den Haag. Het enige wat ik niet van tevoren wist, is dat er precies morgen een OV-staking is. Dus ik moet nog zien hoe ik bij het station kom. En ik ga jullie dus meenemen. The next day. Goedemorgen. Ik zit achter op de fiets. De achterste band is een beetje leeg, dus het is heel slecht voor de fiets. En het doet heel veel pijn aan mijn kont. Ik ben vanochtend om 6 uur opgestaan. Ik heb het koud. Ik ben bij de verkeerde tramhalte uitgestapt. Dus nu kom ik te laat. Nou, wat een drama. Maar ik was gelukkig maar 10 minuutjes te laat. Er was zo'n statiefje voor je telefoon en ik heb hem erin gedaan. Maar hij was net iets te klein voor mijn telefoon, dus hij is er zo uitgevloept. Maakt niet uit, ik film wel met de hand. En er was ook dit super schattige hondje. Haar naam is Buzzy en ze is mega cute. Mijn haar wordt gedaan door Saar en dit is het moment waarop de eerste pluk geknipt wordt. Ziet er raar uit zo, dat ene plukje. Maar het komt goed! Ze knipt dus eerst het haar in vorm voordat ze het gaat verven, want de onderste randjes worden blauw en die moeten straks heel strak komen te staan. Dus we zien eigenlijk al meteen de jellyfish cut naar voren komen. Dan wordt mijn haar hier nu gewassen en wat een lekkere camera angle is dit zeg. Ik ga op een hoopje. Vaarwel. Oei. Dan stelt ze mijn haar om de kut echt te perfecten. En heeft ze mijn curtain bangs geknipt. Kijk nou jongens, ik heb een pony. Nou ja, een soort van. En dan hebben we eigenlijk al een complete jellyfish cut. Maar we gaan het natuurlijk nog verven. Allereerst gaat alle bleek erin. En ze is best lang geconcentreerd bezig geweest met dat onderste randje van de bob, zeg maar. Omdat die echt heel precies moet zijn straks. Dat wordt dus dadelijk de blauwe rand. En nadat de bleek lang genoeg is ingetrokken, gaan we het er weer uitspoelen. Het wordt er uitgespoeld. Ja, dat zei ik net. Maar oké, we gaan verven. Eindelijk. Dit is dan wel het makkelijkste gedeelte van het hele proces.
Ze heeft het er lekker dik in gezet. En het moet ook weer eventjes intrekken voordat we het weer uitspoelen. Woe, woe. Het is gewoon bijna af, jongens. Ze gaat het nog stylen. Ze geeft me hier eventjes emo haar. En dan nu het moment waarop we allemaal hebben gewacht. De reveal. Dit wordt een beetje een schok. Bereid je alvast voor. Jullie gaan het zien in 3, 2, 1. Oh. Het is even een shock, maar zodra je eraan went, zie je hoe cool het is. En de kleuren zijn zo goed uitgekomen. Die blauw is zo fel. I love it. In die stoel zat ik daar nog helemaal in shock. Maar echt, I love it. Het is paars. Het is weird. Het is cool. Net zoals ik. En vanaf de achterkant ziet het er ook heel gaaf uit. En dan gaan we eventjes fast forward naar de volgende dag. Goedemorgen. Vandaag is de shoot. Toetje. Wat moet je? Wel. Ik heb gisteren de terugweg niet meer gefilmd, want mijn telefoon was bijna leeg en ik was moe. Haar verven, knippen, kleuren, alles heeft zo'n beetje een hele dag gekost. En dan moet je ook nog terug met het OV in de spits. Nou, dat was even wat. Anyways, volgende dag ben ik uitgerust. Ik heb er zin in. Ik denk dat ik al best wel snel aan mijn haar ben gewend. Ik ben over de shock heen in ieder geval. Bij de kapper zat ik echt in die stoel van, oh my god, even die shock. En dan pas gewoon, dan zie je hoe goed het eruit ziet. Het is echt heel cool. Ik denk dat het ook zo'n beetje voor jullie gaat zijn. Van wow, dit is extreem en ik moet gaan wennen, maar het is zo cool. Eén ding waar ik ook aan moet wennen is, wanneer ik mijn skincare doe, doe ik altijd mijn haar naar achter met een scrunchie. Dat ik gewoon zo, woep, alles vastzet. Maar dat kan niet, want daar is mijn haar deels te kort voor. Dus ik heb vandaag mijn skincare gedaan met deze kattenoortjes op. Dan is het nu tijd om naar Amsterdam te gaan voor de shoot. Geen idee hoeveel ik ga filmen. We gaan het zien. En dit keer word ik gebracht. Yeah! En daar zit je dan in de make-up stoel om opgemaakt te worden. Hier is de moodboard die voor mij is gemaakt. Mijn look wordt dus een Space Angel look. De make-up wordt gedaan door Selena van Reveal Your Beauty. En daar is dan de Space Angel look. Heel cool, die kleur blauw. En dan ook met de bleach brows. Dit is de eerste look waar foto's van zijn gemaakt. Dus echt die strakke, sleek bob. Kijk dan hoe cool deze foto's er al uitzien. En dan voor de tweede look wordt mijn haar zo heel leuk naar buiten gekruld. En in de tussentijd zijn andere modellen bezig met shooten. Kijk even hoe mooi ze zijn. En daar sta ik dan weer voor mijn tweede ronde. Oeh, ah. Is het te merken dat ik modellenwerk heb gedaan? Onze fotograaf is Chantal Brink en echt, haar portretten zijn insane. Iedereen die ik benoemd heb, zal ik ook linken in de beschrijving, zodat jullie ze ook terug kunnen vinden. En hier krijgen jullie een heel cool en modieus, fashionable shot van mijn sokken. Graag gedaan. Kijk even naar deze foto's. Hoe mooi. Dan ben ik ook nog in een hoop groepsfoto's gezet. En hiervoor moest je soms echt de raarste poses voor aannemen. Maar vervolgens ziet het er op camera heel logisch uit. Echt sikke foto's ook. Ik ben weer thuis. Ik ben terug van de shoot. De shoot was super leuk. Iedereen bij de shoot was hartstikke chill. De foto's zijn heel gaaf geworden, zover ik heb gezien. Ja, was erg geslaagd. Ik heb kleine vlechtjes gemaakt en ik vind ze super, super, super schattig. De make-up zit er nog op. Mijn wenkbrauwen zijn dus gebleached. Tenminste, dat is de look. Ze zijn niet echt gebleekt. Maar ik vind het wel een look. Het is wel gaaf. Alleen weet ik niet of het mij is. Zonder mijn wenkbrauwen heb ik het gevoel dat ik geen emoties meer kan uiten of zo. Ik kan mijn wenkbrauwen wel bewegen, maar dan zie je het niet zo goed. Maar ja, de look is heel cool. En ik vind het super leuk hoe het nu gesteld is. Echt zo heel piekerig naar buiten. Het geeft Alice Cullen, maar dan van Wonderland. Als ik bij de tijd dat deze video geëdit wordt de foto's binnenkrijg, dan zal ik die nu laten zien. Ik denk dat het echt mijn favoriete is als het zo lekker wild is op deze manier. Alleen heb ik geen steltang. Die ga ik regelen in ieder geval. Die moet ik nu hebben, want dit is zo'n vibe. Maar het ziet er dus ook leuk uit als het gewoon een beetje makkelijk
plat is tegen mijn hoofd aan, dan is het ook gewoon mooi. En daarna maak je dus ook groepsfoto's met de andere modellen die dus ook fantastisch cool haar hebben en er fantastisch mooi uitzien. Ik denk dat als je naar de Attitude website gaat of als je Attitude volgt op Instagram of iets anders dergelijks, dat je me wel tegen kan komen. Dankjewel Attitude en alle personen die hebben meegeholpen met het regelen van deze hele coole shoot. Ik begin intussen echt wel te wennen aan mijn nieuwe haarstijl. Ik vind het geweldig hoe ik eigenlijk gewoon kort haar heb, maar dan wel een beetje met de lol van lang haar erbij. Dat ik gewoon zo een beetje rond kan dragen en kan vlechten. En dat je alsnog een beetje die vibe hebt van lang haar. Ik vind het echt een hele leuke haarstijl. Ik heb intussen ook alweer 10 TikToks gemaakt die ik niet kan posten. Want ik moet het eerst nog een week geheim zien te houden. Want deze video komt pas online over een week. Voor mij dan. Niet voor jullie. Maar ja, zodra deze video online staat, weten we inmiddels of ik het inderdaad geheim heb kunnen houden of dat ik het in de tussentijd geleakt heb. Ik heb al veel van jullie gezien die de hint hebben opgepakt toen ik deze oorbellen heb gemaakt. Oh ja, op de terugweg gingen we even naar de McDonald's en ik werd echt zo hard aangestaard. Snap ik ook wel. Maar op dit punt weet ik nou niet of het mijn haar is en de make-up erbij of dat ik echt word herkend. Of allebei. Achteraf blijkt dat ik ook echt ben herkend. Terwijl ik er zo uitzie, verbaast me ook wel een beetje. Maar stelt me ook wel weer gerust dat ik nog steeds herkenbaar ben. Ik had trouwens gisteren nog bij de kapper weer gratis haarverf gekregen. Van Die With Attitude natuurlijk. Zodat ik mijn haar bij kan houden. Super nice. Ik ga ook nog mooie foto's plaatsen van mijn haar op Instagram. Dus als je me daar nog niet volgt, volg me daar dan ook eventjes. Kitta DIY. Yeah, ik beweeg mijn wenkies naar jullie. Kan je het zien? En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!